te maken. Mijn naam is Jaap van As, ik ben bestuursvoorzitter van de Gravin de Verban, van het wijkcentrum hier in de Vijvel aan de Gravensingelkamp. Ja. Nee, natuurlijk gaat het niet goed, maar het gaat eigenlijk in heel Nederland niet goed. Wij zijn net als alle, tussen aanhalingstekens, kleine ondernemingen, ook geraakt door het coronavirus en dan gelukkig niet door het virus zelf, maar wel door de economische impact ervan. Is dat voor jou, het alarm? Nee, dat is brandalarm. Dus. Ja? Nou, wat je hebt is dat wij natuurlijk 2,5 maand gesloten geweest zijn. Dat sowieso al. Dus daar hebben we wel de kosten van, maar niet de inkomsten van gekregen. We draaien nu ongeveer op 50%. En ja, dat is natuurlijk een enorme opgave om aan het eind van het jaar toch de zaak open te houden. En daar gaat het eigenlijk in de grond om. En al die andere toeters en bellen en discussies over weet ik veel wat erbij gehaald wordt, dat is eigenlijk niet zo relevant. Het gaat ook niet zozeer om het geld, maar je moet je realiseren dat wij met een wijkcentrum als wat wij hier hebben, zoveel zeg maar uitstraling hebben en zaken doen met de ontvangst van al die wijkbewoners en al die activiteiten, dat als het weg zou vallen, dat het een enorm gat zal achterlaten. En dan maak ik mij persoonlijk, maar ook met het bestuur, want daar hebben we een grote zorg over. Ja, daar zijn we natuurlijk al 10 jaar mee bezig. We zijn een onafhankelijk stichting. We draaien zonder winstoogmerk en zonder enige subsidie. En we proberen het elk jaar sluitend te krijgen. En dat is met die 50 vrijwilligers die we hebben, een gigantische opgave. En zeker als je kijkt naar onze bezoeken, ik besta hier op bezoekers, want we zijn er wel bij, die komen 3 keer op een dag. Maar dan zit je zo rond de 40.000, 50.000 per jaar. En daar heb je ook die 50 vrijwilligers van nodig. En nou, om dat open te houden, ja, dat is een gigantische klus. En daar vechten we eigenlijk nu vandaag voor. Wat moet er gebeuren? Nou, we hebben in een discussie met name de verhuurder ook aangegeven dat wij het heel reëel vinden en billig om ook de lasten op de een of andere manier met elkaar te delen. En ja, dat is een hele moeilijke discussie geworden, waar we niet uitgekomen zijn. Nou, dan worden er allerlei verwijten over en weer gemaakt, maar daar blijf ik vandaag buiten, want die brengen we dan wel bij de rechter naar voren. Maar uiteindelijk moet je eruit zien te komen. En wij zijn als Gravin van opvatting dat als je corona is niet te wijten aan onze schuld, corona is ook niet te wijten aan de schuld van de verhuurder. Maar als je in zo'n situatie terechtkomt, dan kan je niet naar de ene partij de geldstroom wel intact houden en de andere opzadelen met de kosten. En wij vinden dat wij als Gravin zijn, en dan praat ik eigenlijk tegen alle kleine ondernemers in Nederland zo'n beetje, hoewel dat wel erg groot uitgesproken is, maar wij vinden dat wij rechten hebben op een eerlijke deling van ook de lasten. Nou, in ieder geval wat je ziet is dat het veel mensen beroert. De aanwezigheid is behoorlijk gigantisch. En dat betekent in ieder geval dat veel mensen met deze probleemstelling, en die is heftig, begaan zijn. Ja, wat zal er moeten gebeuren? Kan hier de politiek nog iets in betekenen? Dat is maar de vraag. Er loopt een rechtszaak, dus je kan er gevoelsmatig als politiek van alles van vinden. Maar het probleem ligt bij de rechter. Natuurlijk is het een hele tragische zaak van hoe het allemaal zo gelopen is. En daar kan je vragen bij stellen. En die zijn ook gesteld, heb ik begrepen, vanuit de stichting De Gravin. Dus ik hoop dat heel snel daar duidelijkheid over komt. Maar dat zal nog wel even duren. Moet wel een buurthuis blijven? Het feit is dat natuurlijk al jaren De Gravin, ja, ik zou zeggen het buurtcentrum is van Dubbeldam. En Jaap van As als voorzitter heeft dat net in zijn toespraak al duidelijk verwoord. Tal van verenigingen, maar ook andersoortige mensen die kunnen hier terecht. Dat voldoet in een geweldige behoefte. Dus hoe je het went of keert, zo'n wijkcentrum is, en ik denk juist op deze plek, is gewoon noodzakelijk.